straks uitgebreid over hebben. Eerst even over jouw Lea Cliphuis. Dat komt een beetje dwingend over. Zo doe je dat altijd? De Lea Cliphuis. Dat zegt je moeder altijd als je straf krijgt. Jan-Willem Roodbeen, kom eens even hier. Dan weet je dat het mis is. Je tweede album is uit, hè? Net. Ja, een maandje of twee? Net. Sinds half januari. Dat is helemaal niet net, hè? Nee, maar het voelt als net. En hoe gaat het? Goed. Ja. Vertel er eens wat over. De plaat heet The World Owes Me Nothing. Als je het hebt over levensmotto's, dan is dat er wel eentje. Ik heb hem opgenomen in een soort vakantiehuisje in Groningen. Met een paar hele gave gasten in de winter. En ik denk dat je dat ook wel een beetje terug hoort in de sfeer. Ja, het is een beetje kampvuurmuziek, hè, als je het helemaal akoestisch doet. Toch? Ik zit net even met je mee zitten luisteren. Ja. Ik zie me wel zitten hoor. Jij spelen. Ja, en dan lekker met een wijntje, een beetje kletsen met vrienden, dan weer naar je luisteren. Ja. Het conceptje is geboren, hoor ik. Kijk. De Roadshow kampvuurconcerten. Leuk idee. Nou, prima, bel maar. Jij belde aan vanavond. Je komt je nieuwe single doen. Ja. En dat in een drukke week, want morgenavond moet jij toch bij Bewilder spelen? Klopt, in het paard. Ja. Paard van Trooijen. In het voorprogramma. Ja. Wat is je grote droom? Heb je überhaupt doelen? Of wil je gewoon muziek maken, op de plaats zetten en dan hoop je maar gewoon dat mensen het leuk vinden? Als niet zo is, is het ook goed. Ik hoop wel dat mensen het leuk vinden. Ik zou het heel gaaf vinden om... Heel veel mensen hebben het altijd over grote festivals en zo. Dat lijkt me ook echt te gek. Ik zou ook heel graag een keer een theatertour doen. Lijkt me ook. Het is wel echt helemaal het ding van nu, hè? Het is geen kampvuur, maar... Want dan gaan er allemaal sprinklers af en zo. Maar gewoon intiem in een theater, dat lijkt me wel fijn. Theater is ook een beetje radio, hè? Heel dichtbij eigenlijk. Ja. Ja, behalve dan mensen je kunnen zien. Nu ook, als het goed is. Ja, via de webcam. Ja. Ben je er klaar voor om te gaan spelen? Ik ben er klaar voor, ja. Ik ben super benieuwd. Nou, leuk dat je aanbelde vanavond. Ga gauw die kant op, richting de grote studio. Oké. Had jij al van Lea gehoord? Nee, wel gelezen. Oh ja, waar ze wat op Twitter. Ze was bij De Wereld Draait Door en er waren mensen echt helemaal lyrisch. Dus toen, Nou, maar ze is ook echt heel goed. Dat gaan we zo horen. Het is bijna van het kaliber dat je denkt, moet jij nou aanbellen? Eigenlijk hadden we hier gewoon moeten uitnodigen. Ja, maar ja, goed. Het begin is het, hè? Ze belde aan en daar zijn we alleen maar heel blij mee. Ik hoop dat jij ook gaat genieten van haar optreden live in de Roadshow Late Night. Laat even weten wat je ervan vindt. Vinden wij weer leuk om te lezen. Geef het straks door aan Lea. SMS 2222 of via de gratis Radio 2-app. Live in de Roadshow Late Night, Lea Cliphuis. Sweet Morning Sounds. Don't wanna be anywhere but here. Pull the covers over our heads. Tell me, did you sleep? Let's stay in bed all day long. Listen to some old country song. Open the window just in time to see the sun go down again. And love me, we'll be alright. I'll love you every day of my life. Just hold me like this every night.
is where it started. This is where we began. This is where it started. This is where we began. And love me will be alright. I love you every day of my life. Just hold me like this every night. Oh, love me will be alright. I love you every day of my life. Just hold me like this every night. Met jouw levensmotto, lief zijn voor elkaar. En jouw geweldige muziek is er nog hoop voor deze wereld. Dank je wel. Wat fijn was het. NPO Radio 2.